Inlichtingenman, zouden we dan dit gewoon moeten aanpassen? Zouden ze gewoon verplicht moeten zijn om die boeken te openen? Ja, goed. Wat ik vind, is dat als wij vinden dat Europa in een mini-fase van oorlog is... Ja. Moet je overwegen bepaalde wetten daarop aan te passen. Er zijn vandaag ook moties aangenomen. Als het gaat over afluisteren, als het gaat over aankoopprocedures... dan zou dit ook het geval moeten zijn. Want we hebben het in een iets verdere fase gewoon over verraad... in plaats van nepnieuws. We gaan het ook over nepnieuws hebben... Maar voor dit soort dingen werden mensen in oorlogstijd opgehangen en geëxecuteerd. Ja. Dus dat omslagpunt is wel iets wat je zorgvuldig moet bekijken. En als overheid ook wat van mag zeggen. Het ministerie van Justitie kan het OM zeggen... misschien moet hij er eens over nadenken het anders te doen. Want we hebben een andere situatie nu. Ja.